Hallo mensen, welkom terug in Minecraft. En vandaag ga ik de eerste video maken over het hele scorebord systeem. En vandaag gaan we zeg maar de makkelijkste en eigenlijk handigste variant van het scorebord gebruiken. Zoals jullie weten, ik zit nu ook op een server. Wanneer je op tab drukt, krijg je de lijst met iedereen die op de server is. En sinds 1.8 ook zeg maar een fotootje van hun gezicht. Wat ik nu ga doen, is dat naast die naam ook de levens van diegene komt te staan. Dus dit is handig wanneer je tegen iemand survivalt. En dat je weet van, oh, nu heeft hij zoveel health, nu kan ik hem aanvallen. Stel dat er geen regen is. Om dat te doen, trouwens, al deze commands zullen ook in de beschrijving staan, zodat jullie ze gewoon kunnen kopiëren en plakken in Minecraft. Om te beginnen maken we een objective genaamd health. Dit kun je alles noemen. Laat ik hem voor deze video even in het Nederlands levens noemen. En daarna wat voor type objective je hebt. Ik zal ook in de beschrijving een link naar de Wikipedia pagina zeg maar, van Minecraft naar deze post sturen. Daar staan alle objectives en wat ze precies doen, zeg maar. Maar vandaag doen we alleen de health. Die maak ik dus aan. En ik deed cancel, dus hij heet nu alsnog health. Alleen, nu is er nog niks. Ik kan nu wel door naar scoreboard, objectives, listen gaan. Daarmee zie je alle objectives die je hebt gemaakt. Dus nu health, displaces, health en this type health. Ja, om hem dus in deze tablijst te zetten, moet je de command slash scoreboard objectives set display list doen. En ik ben nu nog wat vergeten. Want het gaat namelijk om health. Hopelijk gaat dit werken. Ik hoop dat health op de goede plek staat. Ja, set a display objective in slot list to health. En nu zien jullie dat de balk al een stuk breder is geworden. Alleen zie je nog niks. En dat komt omdat je eerst je levens moet updaten. Dus als ik nu in survival ga en wat fall damage krijg, dan zien jullie nu dat het bovenin staat. Tot 1.8 stonden er cijfertjes. Dus als je nog een eerdere versie gebruikt, staan er cijfers. En dan staan er 20. En dat gaat omdat het zeg maar geteld wordt in halve hartjes. Dus 20 hartjes is vol leven. Maar je moet altijd door de helft delen om tot de echte hartjes te komen. Maar sinds 1.8 zijn ze zo slim geweest om het gewoon in een balkje te maken. Zoals je het ook ziet als je in survival zit. Niet alleen in de tablijst kun je dingen zetten. Je kunt het bijvoorbeeld ook in een sidebar zetten. En daar ga ik nu de health zetten. Ik hoop dat dit werkt, want ik heb de health nog nooit in de sidebar gezet. Cleared objective. Oh, ja, ik was vergeten om dat te doen. En nu laat ik hem ook meteen zien. De command line voor dus het objective in de sidebar te zetten is /scoreboard objective set display sidebar en dan de naam van de objective die je daar wilt hebben. Nou, nu staat dus in die zijbar, daar kun je zien, hij heet health en aangezien ik de enige ben opnieuw op dit moment op de server, staat er alleen Mr. Frank WT en met 20. 20 is dat getal waar ik het net over had. Dat is dus, je hebt 20 halve hartjes. Als ik weer wat full damage neem, dat kan ik beter even zo doen, staat er nu 14. Dat betekent dat ik 7 hartjes heb. Dat klopt ook. Onderin kun je dat zien. Dus er weer een half hartje bij en weer een half hartje bij. Zo tegenkomen er nog 4 halfjes bij. En dan zal het op 20 zijn. Nu op 18, nog een heel hartje. En ook in de
tablijst zien jullie dat het er gewoon bij staat. Dat was deze eerste tutorial van de objectives. Ja, bedankt voor het kijken. Laat even in de comments weten of je echt specifiek een bepaald ding van de objectives wilt weten. Of een ander tutorial van Minecraft heel graag wilt zien. Ja, laat het even weten. En bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video.